Vandaag gaan wij de Maya shawl maken. Die staat op www.hupsa.com voor 99 cent. Komende week zal die in de aanbieding gaan. Dus hou de site in de gaten mocht jullie toch het geschreven patroon willen hebben. Het is geschreven patroon met foto-uitleg erbij. Ik heb deze bol nog liggen van de Vibra. Linda is dat voor €1,99. Dat is een beetje een taupekleur. Het is kleur nummer 1199. Linda is dezelfde gaar als Maya, heeft alleen een andere naam gekregen. Ik ga hiermee beginnen met deze garen. Met een haaknaaldmaak, schikt niet, maat 5,5 mm. Deze sjaal is leuk voor een kleine meid. Dus als jij een klein prinsesje thuis hebt en je wilde toch leuk kleden met een mooi sjaaltje. Deze sjaal kan voor volwassenen en voor kinderen gemaakt worden. Ik ga nu met jullie samen de kinderversie maken, althans de basis laten zien. En hoe verder je doorraakt, hoe groter deze sjaal gaat worden. Het is een vrij brede sjaal vergeleken de diepte. Dat maakt het heerlijk in de zomer om over de schouders heen te dragen en in de winter als wintersjaaltje te gebruiken. Ik heb het puntje van de draad tussen mijn wijsvinger en mijn duim en het werkdraad tussen de ringvinger en de middelvinger. Ik steek mijn naald onder het garen en draai met de klok mee rondom. Pak het werkdraad en trek de lus door. Oh, dan valt hij van mijn lus af. Trek hem goed aan dat die knoop vast zit. Nu gaan we beginnen met 3 losse haken. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Plus nog 1 extra om je wat ruimte te creëren. Dan ga je terug naar de eerste lus. En dan sluit je de toer met een halve vaste. Kortom, je maakt een mooie ring. Nu haak je 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Die staat voor je eerste stokje. En dan sla je de draad om de naald en dan ga je de ring in. Leg dit draadje met je werk mee, zodat je die gelijk wegwerkt. Haak je het tweede stokje op. Zo. En dan gaan we door. Stokje nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, dus het begin, eerste 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1 erbij is nummer 7. Dus 2, 4, 6, 7 stokjes. Nu ga je 3 lossen haken voor je eerste stokje. Plus 2 lossen voor de ruimte te maken. Draai het werk om. En daar waar je het laatste stokje hebt gehaakt, dan haak je nogmaals een stokje in. Nu heb je een V-steek gecreëerd. Dus een stokje, 2 lossen en een stokje. Nu haak je 1 lossen. Sla je 1, 2 steken over en in de derde maak je een vaste. Eén losse. Sla je 2 steken over en in die eerste 3 lossen die je op hebt gehaakt, moet je even de derde los zoeken, haak je een stokje in. Twee lossen. Plus een stokje in dezelfde steek erbij. Heb dus in het begin en aan het eind een V-steek gecreëerd. Dus ik ben begonnen met in totaal 7 stokjes, waarvan 1, 3 lossen plus 6 stokjes. En dan beginnen met een V-steek. Dan begin je met 5 lossen plus een stokje in de eerste, laatste stok die je gemaakt hebt van de vorige toer. Slijt 2 steken over, een vaste in de volgende, 2 steken overslaan en in de laatste maak je een stokje. 2 lossen en een stokje, oftewel de tweede V-steek. We gaan nu beginnen met 2 waaiertjes te maken. Haak eerst 3 lossen. En die gaan we in de V-steek stokjes haken. Dus nummer 1,
nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5. Dan haak je 1 losse, dan ga je naar die vaste die je het midden hebt gehaakt en daarin maak je een vaste, dus eigenlijk erbovenop. 1 losse en dan ga je naar het volgende waaiertje. In dat volgende waaiertje haak je weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Nu schrijf je het werk iets op, want je gaat je derde lus zoeken. In die derde lus, onder 2 lussen door, is het makkelijkste en blijft je werk strak, haak je het laatste stokje, dus het 6e stokje. Nu gaan we weer beginnen met een V-steek. We gaan eigenlijk altijd aan de buitenzijdes een V-steek haken en in het midden een V-steek. Bovenop de waaiers komt ieders een vaste in de middelste steek. Dus we gaan beginnen met 5 lossen te haken. Dat is 3 lossen voor als eerste stokje en 2 lossen voor de ruimte te creëren. Draai het werk om en bovenop datzelfde stokje haak je nog 1 stokje in. V-steek. 1 losse. Slijt 2 stokjes over en in de derde haak je een vaste. 1 losse. Dan ga je naar die vaste toe in het midden en in die vaste haak je een V-steek. Dus een stokje, 2 losse en een stokje. Dus 2 losse, stokje had ik al gemaakt, plus nog een stokje in dezelfde steek erbij. 1 losse en dan gaan we het eerste, tweede, derde stokje. In dat derde stokje maak je een vaste. 1 losse en dan gaan we naar de laatste. Dus de 3 lossen die je gehaakt hebt, 1, 2, in de derde haak je een V-steek. Probeer daarbij onder 2 lussen door te gaan. Dat is het eerste stokje, 2 lossen, plus het tweede stokje erbij. Dus we hebben nu een V-steek gemaakt. Een losse, een vaste in de middelste van de 5, dus in de derde. Een losse, een V-steek. Een losse, een vaste in de derde van de 5. Een losse en een V-steek in de laatste. En nu is het eigenlijk puur herhalen. Je gaat weer 3 lossen haken. Draait je werk. In de V-steek haak je 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. 1 losse. Ga je naar de vaste die je in de vorige toer gemaakt. Daarop maak je nog een vaste. 1 losse. Dan ga je naar de V-steek in het midden. Alleen nu haak je alleen maar 5 stokjes erin. 1, 2, even garen pakken. 3, 4 en nummer 5. 1 losse naar de vaste van de vorige toer. Daar maak je weer 1 vaste bovenop. 1 losse. Dan maak je weer 5 stokjes in de volgende V-steek, dus aan de buitenste V-steek. Dus nummer 3, nummer 4 en nummer 5. En dan zoek je weer de derde lus op en in die derde lus maak je weer 1 stokje in. Je ziet nu al eigenlijk het patroon beginnen.
Dus je bent begonnen met 7 stokjes uiteindelijk in het begin, een V-steek vaste, V-steek met tussenin een losse. Dan uiteindelijk 6 stokjes in de V-steek met een vaste in het midden. En op het moment dat je verder doorgaat, alleen aan de buitenzijde, dus maak je 6 stokjes en alle V-steken binnenin, want je gaat hier nu 2 creëren. En daar ieders 1, in die en die maak je alleen maar 5. Dus alleen aan de buitenzijde maak je plus 1 extra stokje. Alles wat er tussenin zit, maak je maar 5 stokjes in de waaier. Ik zal nog 1 toer met jullie gaan herhalen heen en weer. Dus we haken eerst 3 los voor het stokje. Plus 2 voor de ruimte te creëren. Draai het werk om. Bovenop dat stokje haak je een stokje. Nu heb je de eerste V-steek aan de buitenkant gemaakt. 1 losse. Sla je 2 steken over, stokjes over en in de derde stok maak je een vaste. 1 losse. In de vaste van de vorige toer maak je een V-steek. Dat is dus een stokje. 2 losse. Plus nog een stokje. Eén losse. Ga je weer naar het derde stokje. Haak je een vaste. 1 losse. Dan ga je naar de vaste van de vorige steek. Daar maak je een V-steek. Dus een stokje. 2 losse. Plus nog een stokje erin. V-steek. 1 losse. Derde stokje. Maak je weer een vaste in. 1 losse. En dan ga je naar de laatste. In de derde lus maak je een V-steek. Dat is dus een stokje. 2 lossen. Plus een stokje in de derde lus van die 3 lossen die je hebt gemaakt om een hoogte te creëren. Nu hebben we dus 2 V-steken aan de buitenkant en 2 V-steken aan de binnenkant. Die gaan we nu weer opvullen. Zoals net gezegd, alleen de V-steken aan de buitenzijde maak je 6 stokjes in. En de rest maak je 5 stokjes in. Dus we beginnen met 3 losse haken. Dat staat voor je eerste stokje. Plus 5 in de V-steek erbij. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Het zijn er 6 op een rij. 1 losse, ga naar de vaste van de vorige toer, daar maak je een vaste bovenop. 1 losse, naar de V-steek en aangezien deze V-steek niet aan de zijkanten is, haak je daar 5 stokjes in plaats van 6. 1, 2, 3, 4. En nummer 5. 1 losse. Dan ga je naar de vaste van de vorige toer. Daarin maak je een vaste. 1 losse. Naar de volgende V-steek. Idem. Weer 5 stokjes erin. 1, 2, 3, 4. En nummer 5. 1 losse naar de vaste van de vorige toer. Daar maak je weer een vaste bovenop. 1 losse en nou zijn we aan de V-steek aan de buitenzijde van de sjaal, dus aan de zijkant. Dus dan beginnen we met 5 stokjes in de V-steek. Dus 1, 2, wat garen pakken. Nummer 3, nummer 4. En nummer 5. Dan zoek je weer 1, 2, je derde lus op. En daar maak je het zesde stokje in. Onder 2 lusjes doorhaken. Zo begint die mooie vorm te krijgen. Je gaat nu weer aan de buitenzijde een V-steek maken. Plus daar, daar en daar een V-steek. In de toer daarna 6 stokjes hier, 6 stokjes daar. 5, 5, 5 stokjes in elke V-steek.
En zo bouw je de hele shawl op. Met dit patroon is het mooiste als je een flinke naad haaknaaldmaat groter neemt dan het label aanbeveelt. Zorg ervoor dat de shawl lekker luchtig blijft en lekker zacht en soepel gaat vallen. Je kan deze shawl met alle garen maken. Met dik-dun garen, fluffy garen, Maya, Linda, katoen. Kan het eigenlijk overal mee maken. Ik adviseer voor een kindje van 0 tot 6 maanden om ongeveer 11 toertjes te maken. Dus 11 waaiertjes. Dus je telt gewoon aan de zijkant met de bodem mee. 1, 2, 3, 4. Ga je door tot 11 en dan maak je een eenkante knoop. Want je hebt overal knoopsgaatjes zitten. Deze V-steken kunnen dienen als knoopsgaten. Ik doe dat dus veel makkelijker. En je hebt een heel leuk sjaaltje voor als kraamcadeautje te geven. Of gewoon voor je eigen kindje te maken. 6 tot 12 maanden adviseer ik ongeveer 13 tot 14 toeren te herhalen. En zo door en zo door. Dan weet je, als je met je kindje hebt en je draagt hem, legt hem om de schouders heen. Weet je eigenlijk voor jezelf al hoe ver je door kan gaan. 0 tot 6 maanden, 11 toertjes is meer dan genoeg. Knoop je aan één kant. Knoopsgaten zitten er voldoende in. Deze kant, de toer die je als laatste haakt dus van de waaiertjes, is de goede kant. Ik zal je de achterkant laten zien. Dan zie je dat het wat ruwer is. Dit is de achterkant. Dus als je hem draagt, dit is de voorkant. Ik hoop heel graag jullie creaties te zien. Hupsakal Nederland is de Nederlandse web Facebookpagina om daar al je werkjes te laten zien die Hupsa gereden.